Dag moestuinvrienden, welkom op een nieuwe aflevering van Toms Moestuin. Vandaag wil ik jullie iets tonen wat ik een weekje geleden gedaan heb en dat zijn bloemen voorgezaaid. In deze propagator heb ik vorige week een tray met 103 gaten vol bloemetjes geplaatst. Op 21 graden en er is al heel wat gekiemd, dat wil ik jullie eens tonen. In de bak heb ik een 21-tal soorten bloemetjes voorgezaaid. Dat is om tussen mijn gewassen te gaan planten en zo een beetje de insecten van de wijs te brengen of een beetje te misleiden. Deze zaailingen hebben geen gestrekt karakter. Waarom? Ze zijn gekiemd nu op 21 graden en krijgen meteen dit blauwe licht, 6400 Kelvin. Kelvin staat voor de kleur van het licht en het is nu blauw licht die ze nodig hebben om te gaan groeien. Later hebben ze nog andere kleuren uit het spectrum nodig om te bloeien en dergelijke meer. Maar voor nu gaat het eigenlijk perfect. Hier zie je er nog eentje kiemen, samen naast zijn grotere broer. Het effect van die lampen is dat de plantjes niet doorschieten. Het is een kleine investering of je moet een beetje meer geduld hebben. Tot je alles in een serre of in een kas kunt gaan doen, zodanig dat ze superveel licht krijgen. Maar hier kan ik het al wat nabootsen, zodanig dat ik al heel vroeg op het jaar tussen mijn gewassen in wat bloemen kan voorzaaien. Ik heb deze propagator al gebruikt voor mijn pepers en mijn paprika's voor te kiemen in januari. Nu zijn we februari en gebruik ik het voor bloemen. Straks gaan er ook nog tomaten in en dan ook nog eens kruiden. Ik ben heel tevreden over deze investering. Het zal mij veel vroeger op weg zetten. Met alle respect natuurlijk voor mensen die ervoor kiezen om wat later aan de slag te gaan. Maar ik kan gewoon niet goed wachten. Dus dat is een beetje mijn drijfveer. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering en tot later.